Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD van Amor. En vandaag ga ik Emergency 4 weer eens spelen. Dat is een tijdje terug. Wordt ook wel 911 First Responders genoemd. Dit is de Nederlandse versie van de Bieberfelde mod. En die Bieberfelde mod die hebben jullie wel eens op mijn kanaal gezien. Dus wellicht dat jullie het weten. Maar er is dus een Nederlandse variant uitgekomen. En voor de echte kenners. Je ziet ook, het is een heel andere map. Hier is ineens geen snelweg meer, maar een hele rivier. Dit herken ik nauwelijks. Die kerk ken ik wel nog, daar heb ik vaak al een branding gehad. Deze kazerne is natuurlijk bekend, maar die ligt nu aan een grote weg. Hier is ineens een industrieterrein met een super grote boot, die gaat ook in de fik vliegen, gegarandeerd. Dit ken ik nog, want hier lag eerst die kazerne, hiernaast geloof ik, zo. Ja, nee, hier. Ja. Dan heb je natuurlijk nog een hele grote kazerne hieronder en deze herkennen we ook nog wel. Maar hier is nu ook iets bijgekomen wat dadelijk inspant. Te vinden in ieder geval de link daarvan van deze mod is in de beschrijving. Als je het nou allemaal geïnstalleerd hebt, dat is geen hogere wiskunde, dan laat ik ook meteen even zien wat je moet doen. Je begint met deze, want dat is wel zo handig. Die zet je aan en die komt hieronder in te staan. En die heb je nog wel nodig, want die groepeer ik altijd naar één. Medical emergency. Kijk, dat doe ik. Someone has fallen and is slightly injured. Die laten we even liggen. And remove. Ik heb net de melding uitgezet, maar ja goed, we hebben deze dus gekregen. En wat je nu gaat doen, is je gaat hier wat terug naar doen. En dan klik je op single player meldkamer. Zo, hoppa. En nu hangt hij heel even vast. Want elke auto, zoals je ziet, wordt ingeladen. En zoals je op de map ziet, overal komen auto's tevoorschijn. Ja, hij doet het weer. En dan heb je hier bijvoorbeeld ook de meldkamer ambulancezorg. Want die is ook wel belangrijk. En hier de meldkamer Popo. Die is ook niet onbelangrijk. Zo. Oké, dus hier al een persoon gevallen. Daar kan een ambutje heen. We weten nog niet of daar een noodarts nodig is. Want dat is natuurlijk wel het nadeel van deze mod. En dat is namelijk... het blijft een Duitse versie, dus mocht een normale ambu het niet kunnen oplossen, wat die in Nederland super goed zou kunnen oplossen, dan moet er in ons geval een rapid responder naartoe. En dat is in de Bieberfelde mod een noodarts. En zo is dat nou eenmaal in Duitsland. Dus dat is niet tegen te houden. Het voordeel van deze mod is, je kunt de auto's parkeren hoe je wilt. Pakt een spoedtas. Nou, eens kijken bij mevrouw. Ook bekend tot als iemand een brancard pakt. Nou kijk, die is goed genoeg. Dat hij weer een normaal Duits uniform aankrijgt. Dat is allemaal bekend bij de maker. Mocht deze dit leven nou te laag zijn. Of onder hier bijvoorbeeld, onder het midden. Dan gaat hij zelf ook aangeven, er is een noodarts nodig. Nou, wat ik nog even doe, want dat is ook een bekende bug. Nee, niet meer. Dat was eerst dat deze altijd verkeerd geparkeerd stond. Dat is SB. Autoladder. Wat ik hier altijd doe is deze laat ik uitdrukken met ademlucht tot ze in ieder geval klaar zijn om eventueel meteen ademlucht aan te trekken. Politie laat ik even komen. In ieder geval patrouilleren. Meldingen zet ik weer. Nou, die zet ik zo aan, want zodra ik die aanzet starten ze ook meteen weer de meldingen. Dan ga ik één voor één even patrouilleren, anders gaan ze in een treintje achter elkaar rijden. Dan heb je er nog niks aan. Want stel hierboven komt er een melding, zou het wel zo fijn zijn als er toevallig al een politieauto reed. Dus dit is allemaal voorwerk wat ik normaal wel doe hoor, maar ik dacht nu ook wel voor jullie misschien even goed om het te zien, dan weten jullie het voor in de toekomst. Hoe het werkt. Maar ja goed, het is geen uitleg hoe deze hele mod werkt hoor. Naar mijn idee, als je hier een paar keer op klikt, dan gaat hij ook nog een andere route pakken. Zie je, die gaat... Nou, zo verdeel je een beetje. Oké, deze persoon zal wel beter zijn. Ja.
Het is wel bedoeld dat iemand 100% leven heeft mocht die voor die het ziekenhuis in of naar het ziekenhuis kan worden gebracht, of in ieder geval grotendeels opgelost is. Nou. Het kan ook zijn dat zo iemand te zwaar is of tot er toch een arts nodig is, dan geeft hij de ambulance dat aan. Die rijdt ook niet totdat dat is aangegeven. Kijk, ja, hier is een ongevalletje. Dit zijn de vrijwilligers. Hier zijn de vrijwilligers. En mocht de pestpleuris, zal ik hem maar even noemen, nou echt uitbreken, dan kunnen we via de OVD. En dat is bijvoorbeeld die kunnen we nog een heel veel uit het buitengebied aanvragen. Nou, dit is dus ook een rapid, twee ambus. Wat is dit voor een? Oh, hetzelfde. Ik vind de ambus niet heel mooi en dat is persoonlijke smaak. Hier staat bijvoorbeeld een Chevrolet en deze heeft een drietoon en bla bla bla. Dus die ga ik misschien nog voor mezelf vervangen. Maar goed, dat is dan echt voor mezelf, die kan en mag ik niet doorsturen. Maar dus wellicht dat ik dat nog ga doen naar wat andere ambulances. Maar goed, dat zien we dan wel. Hier heb ik de melding nog aangezet? Ik weet dat ik erop heb geklikt, maar heb ik er ook daadwerkelijk op geknikt? Ja. Nou, die gaat lekker naar het ziekenhuis. En dat is hier zo. Wat ze dan doen is ze rijden hier naartoe. Dat is ook het voordeel van de mod. Ze laden iemand in. En zodra die klaar is, rijdt hij zelf weer naar zijn eigen post terug. Mocht er een noodarts mee zijn, dus die, en die moet instappen in de ambu, rijdt de auto daarvan hier naartoe. De noodarts die stapt achterin uit, die rijdt hier, of die stapt hier weer in. En die rijdt zichzelf terug naar de post. Mocht je nou een voertuig hebben wat je naar je zijn eigen standplaats terug wilt hebben, druk je op de 2. Mocht je nou tot, bijvoorbeeld heb je dadelijk 20 agenten hier om één verdacht te staan, klik je heel simpel op de auto op de 1, hier zo. En de agenten die aan dat voertuig zijn gekoppeld, die gaan automatisch in dat voertuig terug. Nou, het duurt wel lang met de meldingen. Hier staan een VOA-bus en een OVD en de ME mocht het nodig zijn. Onopvallende motor, nee. Nee. Heb ik wel nog eens. Nou, melding afgehandeld. In principe komen ze vanzelf. Maar zoals je ziet, someone has suffered a stroke. Kun je treat immediately alles and take aanpassen the victim wat je wilt. Nou, een melding hier van een persoon die een beroerte heeft. Hier staat getroffen door de bliksem, maar dat klopt niet. Een stroke is een beroerte. Heb ik de maker ook al doorgegeven, maar hij gaf aan van het is een automatische vertaling van een andere mod of zoiets. Je zal sowieso een noodles bij nodig zijn, ja, dat staat hier ook. Want die is redelijk low. Oftewel, dan stuur je een rapid responder mee. Wat je nou in het kader van een beetje realisme zou kunnen doen, is je zegt, je stuurt alvast een rapid responder daarheen. Hè, wat in het echt natuurlijk ook gebeurt. En daarna kijk je of een ambu, of daarna stuur je automatisch een ambu, want dat is logisch. Maar goed, je kunt niet naar elke melding allereerst een rapid responder sturen. Maar bijvoorbeeld bij deze wel, omdat je gewoon bij een beroerte melding, kan ik je nu al zeggen, die gaat gegarandeerd een ambu nodig, of een noodarts in dit geval, rapid responder nodig hebben. Elk gebouw kunnen mensen in principe in. Hier, dit zijn openbare gebouwen, dus daar kunnen ze eigenlijk altijd wel in. Maar bijvoorbeeld zo'n huis als dit, als daar één slachtoffer in ligt, ja, dan gaat de voordeur niet open. Moet je de brandweer meesturen. Dat gebeurt ook regelmatig, dus dat zal misschien deze video ook nog wel te zien zijn. Oei, je staat verkeerd. Wat gaan we daar aan doen? Nou, dit. Oké, rijd om. Dat kan ook. Attention, rioting civilian, arrest and remove. If necessary, treat any casualties and take them away.
die dadelijk een slachtoffer veroorzaken, denk ik. Dacht ik al. Dat was net te laat. Nou, heb het er zwaar mee. Ga je echt mijnen? Moet je kijken hier. Wat een vechtersbaasje. Nou, deze sirene en überhaupt die ammu is er natuurlijk al lang niet meer. Dus daarom wil ik ze eigenlijk graag vervangen. Maar goed, laten we even allereerst vooropstellen tot ik deze hele mod niet zou kunnen maken. En het is voor mij nog maar de vraag of het mij überhaupt lukt om te vervangen. Dus nogmaals, dikke shout-out aan het maken van deze mod. Maar dit zijn dingen, ja, ik vind dat niet, ja, niet jammer tot het gebruikt is. Maar ik kan daar slecht tegen tot dit soort ammo's er nog in zitten. En nogmaals, niks persoonlijks. Maar dan vervang ik ze graag voor mezelf. En dat mag geloof ik gewoon. Mits ik het niet doorsturen of naar andere mensen. Kijk, nu weet ik gewoon dat het hier nodig is. Ik zal jullie eens laten zien wat er gebeurt als ik het niet doe. Hier, artsbegeleiding. Die rijdt automatisch mee. In dit geval die persoon die heeft een beroerte, dus die wil je zo snel mogelijk in het ziekenhuis hebben. Ze zijn onderweg. Die zal niet zwaar verwond zijn. Hier kun je geloof ik zien hoe die persoon getransporteerd kan worden. Niet iedereen kan met de heli. En sommigen kunnen alleen met de heli geloven. Maar dat is heel minimaal hoor. Ik heb het wel een keer meegemaakt. Oh. Voel me af waarom ook ze erin, maar dat is bij mij buiten gewoon. Maar dat horen jullie niet. Ja, ik weet dat deze mod echt wel dingen kan veroorzaken in dat opzicht. Echt heftige shit. Storm bijvoorbeeld. Echt een storm waar bomen omvallen op huizen, op mensen, op auto's. Dat je gewoon echt overal door de hele map een blikseminslag hebt. Daar valt een boom op een auto, daar valt dat, daar valt dat. Dat is echt heftig soms. Ah, wacht, dat maakt trouwens niet uit. Ik wilde hem healen, maar hun moeten toch naar het politiebureau. Kijk, je doet twee en ze gaan altijd met het schip. Dus dan is hij als het goed is weer geheeld. Nou, die is klaar met zijn inzet. Dus die gaat weer retour. En zo werkt die mod dus eigenlijk een beetje. Met de brand was ook nog wel andere biscuit, oftewel another cook. Wat je daar leuk bij kunt, of mooi bij kunt moet ik zeggen. Nou hier staat, het stond hier net nog. Of is er bij de, oh dat is bij de normale biepervelden. Je hebt hier bijvoorbeeld TS6, 6 persoon. Hierboven is TS4. Nu gaan er twee al ademlucht omhangen, maar dat hebben ze niet direct. Dus je kunt zeggen, je wacht, stel je hebt een brandmelding hier of zo. Dan kun je, ideaal, dan hebben ze de ademlucht wel om als ze het moeten. Even kijken hoor. Maar nu laten we zeggen, ze hebben het niet. Ik laat het toch even doen. Je zou iedereen kunnen klikken en uitstappen. Kunnen we bevelvoer laten uitstappen en zeggen, ik wil dat hem hier zo parkeert. Nou, ze hebben inmiddels ademlucht om. Building on fire, caused by electrical appliance short circuiting. Extinguish all fires and if necessary treat all casualties and take them away. Ach jezus, dit gaat helemaal fout. Ik weet dat brand heel snel uitbreidt hier. Ik wil even weten waar de waterwinning is hier zo. Dat is wel belangrijk.
Oké, die hebben ademlucht om. Ze lopen zelf gelukkig al weg, mocht het nodig zijn. Ja, dit is kut. Oké, daar hebben we een trucje voor. Poef, weg. Oh nee. Oh, zo. Daar heeft dat ding in de fik vloog. Medical emergency. Someone has fallen and is slightly injured. Treat and remove. Ja, kijk, mooi. Die persoon ligt gegarandeerd voor een gesloten deur. Oké, de brand is onder controle. Mooi. Dat was even paniek, maar dat is opgelost. Ik weet dat branden je heel snel kunnen uitbreiden. Waardoor voordat je het weet die hele haven in de fik staat. Nou, dit ligt toch wel iets verder dan gedacht. Kijk, ja. Oh, deur open. Wat een wonder. Nou, dus als je het zo laat, zeg maar, hoekjes, als je ze zonder dit allemaal aansluiten laat blussen, dan is het water op. In de korte tijden. En dat is natuurlijk niet zo prettig. Dus daarom moet je altijd, ja, zeker bij een grote brand. Vehicle fire caused by a technical defect. Extinguish the fire and if necessary treat all casualties and take them away. Het is deze al, hè? Nee. Oh, wacht, even een achterzijde geplaatst. Ja. Nou, dit is wel echt ideaal. Dan ontploft niks anders mocht die auto ontploffen. Ja, dan is het water snel op. En dan zit je wel in de problemen. Dus wat ik altijd zelf doe is zodra ik zie dat er een grote brand is waar snel kan uitbreiden, dan zorg ik eerst even voor de waterwinning. En als dat onder controle is, dan weet ik dat het goed. Kijk, druk bij beide op 2. En iedereen gaat het gebied verlaten. Citeer er al. En kijk, wat nu het ideale is, omdat ik nu weet dat ik daar geen waterwinning voor een autobrand nodig heb, dan kun je op snel aangrif, oftewel hoge druk aanleggen, afleggen. Ideaal geparkeerd. En dan stappen er twee uit die ook met ademlucht, als het goed is. En die gaan het koetje wel even wassen. Frisse uitspraak. Hier nog een persoon gewond. Die zal ook wel beter zijn, dat dacht ik toch. Dat is ook nice. En één ding weet ik niet, en dat is, die ga ik niet bij de ambulances vinden lijkt me zo, een takelwagen. Hoe ik die opvraag, en die zie ik ook nergens staan.
Mijn vermoeden is dat we die ook niet hebben. Maar ik ga eens navragen. Proef weg, melding afgerond. Afgerond. Je ziet ook hier dat het water minder leeg is. Of minder vol is. Maar ik, voor zover ik weet is als je een kazerne weer inrijdt, is dat opgelost. Nou, die persoon die gaat naar de naar het ziekenhuis. Hebben we nog een melding openstaan die ik finaal vergeten ben? Nee. Persoon gewoon naar vol. Niet opgelost. Ook mee moet opletten trouwens. Als je dit minuutje open hebt staan, dan is die paal, die zou ik echt wel via groep maken op 1 of zo. Als je die open hebt staan en je denkt van, wat is met dit huis? Klik, bam, in de fik. Dat is dus kut. En als je nou een brand echt niet onder controle krijgt, dan druk je op die. Komt er even een mannetje in beeld en die blust alle branden die in de map zijn supersnel. Dus dat is wel ideaal. Wat ik nu ga doen, ik ga lekker eten, want het is etenstijd denk ik, want ik ruik het eten. Dat is altijd een goed teken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken, vonden jullie het nou leuk? Laat het dan zeker even weten in de comments. Want dan kan ik dit vaker gaan doen. En dan kan ik misschien ook met meerdere mensen dit gaan doen. Want dat lijkt mij wel erg leuk om dit met z'n allen te doen. Dan heb ik bijvoorbeeld deze kazerne. Een kameraad van mij heeft die kazerne. Die heb ik weer, die heeft hij weer, die ambus zijn van mij, deze ambus zijn van hem, die politieauto's zijn van hem, die politieauto's zijn van mij, noem maar op. Dus dat kunnen we allemaal regelen. Dat is allemaal goed in te stellen in multiplayer. Dus vind je dat leuk, laat het even weten in de comments en dan gaan we daarvoor zorgen. Maar voor nu bedankt voor het kijken en natuurlijk graag bij de volgende video. Tot dan. Kijken en natuurlijk graag bij de volgende video. Tot dan.